VVV heeft pech dat het in de warm-up Pachorek ziet uitvallen, de rechtsback. Hij wordt vervangen door Ngobi. Daar waar Roemer en Van Dijk een kans krijgen en Schrooien en Jansen op de bank beginnen. ADO Den Haag hier vroeg in de wedstrijd met Sam Stein. Het hakballetje is slim en dan is de eerste kans voor Dorazo Klaas. ADO Den Haag dat de laatste wedstrijd uit bij FC Dordrecht met 3-1 verloor. En uit de laatste drie wedstrijden slechts één puntje haalde. Hier is het weer in de aanval met Severina. De bal wordt daar half weggewerkt en Thomas Verheid heeft dan genoeg ruimte om te scoren. En dat is lekker voor de ploeg van Giovanni Franke. Een vroege openingstreffer hier in Venlo. Waarbij natuurlijk Rijn Kochlin die bal had moeten wegwerken, maar hij doet dat niet. En Verheid scoort dan. VVV krijgt ook kansen, zoals hier met de bal die op de lat eindigt van Mitchell van Rooyen. Puntjes voor de ploeg van Louakai in de laatste vijf wedstrijden. En in vier van die vijf wedstrijden, dat valt ook op, wist VVV niet te scoren. Hier is Mitchell van Rooyen wel dichtbij een doelpunt voor VVV. Verheid bezorgt de bal daar bij Ricardo Kiesna. Verheid wil terug naar Kiesna, dat gaat niet in eerste instantie. Sam Stein heeft wel het overzicht, Kiesna bereikt. En die kan dan vanuit de draai bijna de 2-0 scoren. Kiesna komt niet verder dan de paal. Veel te doen geweest om Ricardo Kiesna deze week. Het contract is formeel opgezegd. Hij is boos. Er is te veel gebeurd, zegt hij bij ADO Den Haag. Het plezier is er vanaf om hier nog te zijn. En Ricardo Kiesna wil graag weg. Hij maakt vanavond in deze wedstrijd een gedreven indruk. Ondertussen is hier de volgende kans voor Xander Severina. Altijd 1-0 voor ADO Den Haag. Als VVV weer eens in aanval is, de hoekschop. Daar is de spits, Nick Venema. En die stelt de Vlamentges op de proef. Van Rooyen in de problemen gebracht door die bal. Weer overname van ADO met Kiesna weer erbij. Met Stijn erbij. Weten elkaar heel makkelijk te vinden. Sam Stijn, ja. 2-0 nog in de eerste helft. En Stijn scoort tegen zijn oude club. Dwars door het centrum van de verdediging kan Stijn die bal nog meenemen en langs Delano van Krooi prikken. En dan moet VVV natuurlijk komen in de tweede helft. Venema, niet in een schot. En Stijn is er dan weer snel vandoor. Dit is een 3-3 situatie. Waar de bal goed naar links gaat. Nou, Severina terugleggen, kiest daar niet en Verheid wel. Weer Thomas Verheid. Staat toch ook iedere keer op de juiste plek hoor. En hij scoort de 3-0. En dat is voor Verheid alweer zijn 24e van het seizoen. Kiesna, Van Krooi, niet lekker weggewerkt die bal. En Verheid kijkt nog even naar de grensrechter en zegt vervolgens dank u wel. En zo wordt het opnieuw een vervelende avond voor de thuisploeg. Dit is Ryan El Azrak, een van de betere spelers bij VVV, dolt in zijn tegenstander en schiet vervolgens net over. VVV dus gedegradeerd, net zoals ADO Den Haag vorig seizoen uit de Eredivisie. Maar ADO Den Haag heeft het vandaag stukken beter voor elkaar. Daar is Stijn. Dit is een goede redding van Van Krooi, die onderhand helemaal gek wordt van het gemak waarmee ADO Den Haag maar iedere keer op dat doel kan schieten. Uur gespeeld, 3-0 voor de ploeg van Franken. Daar is Sam Stijn weer. Waar zijn de verdedigers? Nou, die zijn ook niet in de buurt van Kiesna. En dan is het 4-0. Ja, zo simpel kan voetbal zijn. Het is een speeltuin waar ADO Den Haag zich in waant. Kijk eens hoeveel ruimte voor Ricardo Kiesna. En hoe simpel hij dan 4-0 kan scoren. Kiesna laat zien dat hij nog wel een nieuwe kans bij een nieuwe club verdient in deze wedstrijd. Nou, dan krijg je dit soort pogingen van de thuisploeg van afstand. En is het heel koud in de koel. Dan lijkt het publiek zich toch nog te vermaken. Maar wordt het wel cynischer en cynischer. Daar is Verheid weer een goede loopactie. Oh, daar is de 5-0. Goed binnengeschoten die bal hoor, door Thomas Verheid. Kiesna, heerlijk balletje binnendoor. Prima steekpaas. En
Thomas Verheid bepaalt de eindstand op 5-0 voor Adenaar. Dit is heel pijnlijk voor VVV. En de bal gaat mee met Verheid terug naar Den Haag.